In deze derde aflevering van deze serie ga ik jullie meer gaan leren over de basis, zodat je toverdrankjes kunt maken en nog enkele betoveringen. Hallo allemaal en welkom terug bij The BelgiumGames. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video over toverdrankjes en betoveringen. En vandaag ga ik jullie de basis gaan uitleggen van toverdrankjes. En ook al een paar toverdrankjes gaan maken, of ja, hoe dat je deze kunt maken. Maar eerst moet ik eventjes iets rechtzetten vanuit de vorige video. Oh ja, mijn excuses als jullie iets op de achtergrond horen. Mijn buren zijn namelijk sap aan het leggen, dus ze zijn daar de vloer bezig en weet ik veel nog wat. En ze zijn om 7 uur in de ochtend hier al begonnen, dus ja, het kan zijn dat je een beetje achtergrondgeluid hoort. Mijn excuses daarvoor. In de vorige video, of video 2 van deze serie, was ik een paar verschillende betoveringen vergeten. En met dank van Eden Keju, sorry als ik je naam helemaal verkeerd zei, en Sander Truit, die hebben namelijk tegen mij gezegd: hey Jens, je hebt nog een hele hoop betoveringen gemist. Zoals je dus kunt zien zijn dit alle verschillende betoveringen die ik de vorige keer heb laten zien, maar deze paar ben ik glad vergeten. En welke betoveringen ben ik vergeten? Ik ben al de betoveringen vergeten voor de kruisbogen en de tridents, of de drietanden. En als eerste ga ik gaan beginnen met de kruisboog en dat is de eerste betovering: snel laden. Snel laden of quick charge laat je dus toe om jouw kruisboog veel sneller te kunnen gaan laden. Dus dat is heel handig. En hetgeen als je dit op jouw kruisboog gaat zetten, dan kan je kruisboog veel sneller gaan laden. En je hebt 3 verschillende niveaus, van niveau 1 tot niveau 3. En je hebt een kans van 2, dacht ik, of nee, een kans van 10. Dat het zelfs voorkomt dat je deze betovering gaat krijgen. Dus als ik deze kruisboog ga nemen, dan zie je dus dat ik heel snel heb geladen. Je ziet, ik laad en ik kan schieten. Als ik de gewone kruisboog erbij ga pakken, dan zie je dat dit een heel pak langer duurt, maar met de betovering 3, dus snel laden of quick charge 3, dan zie je dus dat ik extreem snel kan laden. Volgende is multishot of meerdere shots, ik zal het zo eventjes noemen. En multishot laat je toe om meerdere pijlen te kunnen gaan schieten wanneer je ook maar 1 pijl nodig hebt. Dus als je deze betovering op jouw kruisboog zet, dan gaat hij 3 pijlen gaan afschieten. En deze 3 pijlen, eentje gaat rechtdoor en de 2 andere gaan op 10 graden ervan gaan die naar de andere richting uitgaan. Dus dan heb je eigenlijk maar 1 pijl nodig, maar toch schiet hij er 3 af. Nu, hetgeen waarmee je moet opletten, als eenmaal 1 pijl iemand heeft geraakt, dan raakt ook alleen maar 1 pijl deze persoon. En de 2 andere pijlen kan niemand meer raken. Dus deze betovering kun je alleen maar, heb je maar 1 niveau in. Dat is namelijk dus multishot niveau 1. En je hebt een kans van 3 dat je deze kunt krijgen. Dus als ik deze een keertje ga laden en ik ga deze gaan schieten, dan zie je dus dat er 3 pijlen, hier 1, 2 en 3, zijn weggeschoten. Nu normaal gezien kun je ook maar eentje oprapen. En de 2 andere kun je niet echt gaan oprapen. Nu, ik ben natuurlijk in creative mode, maar je kan dus maar 1 pijl telkens gaan oprapen als je het multishot betovering erop hebt staan. En de laatste betovering voor een kruisboog is doordringend of piercing. En piercing of doordringend laat je toe om door meerdere mods te kunnen gaan schieten. Deze heeft ook weer verschillende niveaus, namelijk van niveau 1 tot niveau 4. En dat betekent het volgende. Als je een gewone kruisboog hebt, dan kan die alleen jou raken, of een mop. Maar eenmaal als je een van deze piercing erop hebt staan, oftewel doordringbaarheid, dan telkens per niveau gaat er eentje bij. Dus bij niveau 4 kun je door 5 mobs heen schieten. Dus dan kan je de eerste, de tweede, de derde, de vierde en de vijfde raken als ze op 1 lijn staan. Dus dat is wel extreem handig. Voor de rest ga je er niet veel aan zien. Het is wel letterlijk gewoon een pijl die door meerdere dingen heen kan schieten. Dus dat is wel iets heel handig. En de kans hiervan is niveau 3. Dat je deze, of ja, level 3 is de kans ervan, zodat je deze kunt krijgen. En dan heb ik ook nog een 4-tal betoveringen gemist van de drietand of de trident en de eerste daarvan is loyaliteit. Loyaliteit of loyalty laat je toe om jouw drietand terug te laten komen naar jou. Nu, hier heb je ook weer verschillende niveaus in. Je hebt niveau 1 tot niveau 3. En vanuit niveau 3 gaat hij het snelste naar jou terugkomen. Vanuit loyalty 1, dan gaat deze langzamer naar jou terug gaan komen, maar hij komt altijd terug. Nu, hetgeen als je deze betovering op jouw drietand doet, ga je niet echt zo'n effectje krijgen, dus dat is nog eigenlijk een kleine bug. Maar hetgeen als we deze eventjes gaan schieten, dan gaan we na een tijd te zien krijgen dat hij terugkomt. En ik zie om een of andere reden, normaal krijg je ook een bepaald effect. En dat krijg je dus niet. Nou, dat is wel jammer. Misschien dat dat komt omdat ik in een game mode zit. Maar je ziet dus dat deze wel degelijk terugkomt. En normaal gezien is dat ook als je onder water zit. Dan zie je dus dat hij terug naar jou toe komt. Nu, hier staat niveau 3 op. Dus dat betekent dat deze vrij snel naar jou terug gaat komen. En bij niveau 1 gaat deze wat langzamer komen. En de kans is trouwens 5 op 10. De volgende betovering is channeling en ik weet niet heel juist hoe het is in het Nederlands, maar het laat je eigenlijk toe om bliksem af te schieten wanneer het aan het onweer is. Nu, ik heb eventjes het weer naar onweer gedaan. Nu, ik zit in een plains biome, denk ik, of ik zit in een savanne, dus hier kan het meestal niet echt regenen. Maar ik heb het als onweer gezet en als je deze betovering, die maar 1 niveau heeft, op jouw drietand zet, dus de channeling op jouw drietand, en je gaat deze gooien, dan gaat op de plaats, normaal gezien waar deze valt, gaan bliksem terechtkomen. Nu, zoals ik al zei, ik kan hier eigenlijk geen bliksem toveren omdat ik in een savannegebied zit. Maar eenmaal als het regent en het bliksemt of het onweert en dan... Als het alleen maar onweert, dat is de enige manier dat je dit kunt krijgen. Dan kan je dus bliksemschichten gaan mikken waar dat deze gaat landen. Dus als deze op deze boom landt, daar komt dan eigenlijk een bliksemschicht terecht. Dus dat kan je doen met channeling. En deze heeft trouwens maar een kans van... 1. Ja, dat was het. De volgende betovering is riptide of stroming. En deze twee, de channeling en riptide of stroming, kunnen niet samenwerken. Nu, stroming is een hele handige betovering, want deze betovering laat je toe om veel sneller te kunnen gaan bewegen in het water. Nu, deze heeft 3 verschillende niveaus, namelijk niveau 1 tot niveau 3. En dit is iets heel speciaals. Eenmaal als het sneeuwt of als het regent of je zit in het water en je gebruikt deze, dan ga je mee vooruit. Dus dat is wel iets extreem handig. Dus ik gooi deze en je ziet dus dat ik tegen een blok ben terechtgekomen. Je ziet dus dat ik een speciaal effect heb en ik begin rond te draaien en ik kom terecht, of ja, ik kom eigenlijk veel sneller vooruit in het water. En per niveau, telkens een niveautje hoger, ga je steeds veel verder. Dus dat is stroming of riptide en de kans is maar 2 dat je deze kunt krijgen. Maar het is wel extreem handig om je snel te vervoeren, ook trouwens als het regent. En de laatste is impaling of doorsteken, letterlijk vertaald. En deze is eigenlijk een betovering die je toelaat om veel meer damage te doen aan mobs of personen onder water. Dus deze heeft 5 verschillende niveaus, van niveau 1 tot niveau 5, en laat je dus toe om mobs veel harder aan te kunnen vallen. Let op, alleen levende mobs, dus geen ondode mobs. Met ondode mobs bedoel ik de onderwaterzombie, oftewel, ja, ben de naam er eventjes van kwijt, skeletten of weet ik veel nog wat, kan je er niet extra damage mee doen. Maar personen of gewone mobs wel, dus bijvoorbeeld een koe, als voorbeeld. Nu, deze kun je alleen maar gooien onder water en gaat veel meer damage gaan geven. En deze gaat per keer dat je een niveau hoger gaat, 2,5 extra damage doen. Dus dat is echt wel redelijk veel. En je hebt trouwens maar een kans van 2 om deze te kunnen krijgen. Oké, nu dat ik dat heb rechtgezet, ga ik eens een keertje gaan beginnen met de basis van toverdrankjes en enkele toverdrankjes, hoe je deze al kunt maken. Als eerste, wat zijn toverdrankjes? Toverdrankjes zijn drankjes die op jou een bepaald effect gaan uitvoeren, zoals genezing, of zweven, of sprongen, weet ik veel nog wat, er zijn er heel veel. En brouwen is dan eigenlijk het magische proces wat we moeten gaan doen om deze toverdrankjes te kunnen gaan maken. Maar, om te kunnen gaan brouwen en toverdrankjes te kunnen maken, moet je eerst de basis kennen. Drankjes worden gemaakt op een brouwstandaard of een brewing stand. En een brewing stand maak je als volgende, als we dit eventjes gaan opzoeken. Dat maak je met 3 keisteen of cobblestone en een blijschot ervan boven. Nu, een blijschot is moeilijk te kunnen verkrijgen, want daarvoor moet je in de nether gaan. Nu, oh kijk eens aan, alpakas. In de nether is het jammer genoeg heel moeilijk om eigenlijk dit te kunnen gaan vinden, want je moet al een netherfort gaan vinden. Nu, één nadeel in deze video, of in deze wereld, ik heb geen netherfort kortbij. Ik heb het zelfs proberen te zoeken met het locate commando en ik vond geen netherfort. Dus ik kan het jullie jammer genoeg niet laten zien. Maar je moet dus naar een netherfort gaan en daar een blaze gaan doden, eer dat je een blaze-staaf hebt. En dood er redelijk veel, want je hebt ook blaze-spoeders straks nodig om verder te kunnen gaan. Dus eenmaal als je deze blaze-wot hebt, kan je teruggaan naar jouw eigen wereld en dan kan je gaan beginnen met een brouwstandaard te maken. Om toverdrankjes te kunnen maken heb je ook heel veel water nodig. En daarvoor kun je heel makkelijk aan een meertje gaan zitten. Of als je dat niet hebt, kan je een waterbron gaan maken en kan je ook een ketel gaan maken. Een ketel is iets heel handig, want een ketel of een coldroom laat je dus namelijk toe om heel makkelijk water te gaan opslaan. En dan maak je als volgende, met een hele hoop ijzer heb je namelijk 1 ketel. En deze ketel moet je dan gaan vullen met een emmer. Dus je maakt een emmer, je gaat dan hier wat water uit je bron halen en je kan dan de cauldron daarmee gaan vullen of de ketel daarmee gaan vullen met rechtermuisknop. Eenmaal als je dat hebt, heb je glazen flessen nodig. Namelijk deze dingetjes heb je nodig om te kunnen gaan betoveren. En daar heb je vrij veel van nodig. Dus deze bottle, die heb je dus namelijk nodig om te kunnen gaan werken met betovering of drankjes te kunnen gaan maken. Deze bottle maak je als volgende met 3 stukjes glas en dan krijg je 3 verschillende glazen flesjes. En deze hebben we dan straks nodig om onze toverdrankjes verder te kunnen gaan maken. Oh ja, en natuurlijk niet vergeten, je hebt ook een hele hoop blijspoeder nodig, want anders kan je niet gaan werken met toverdrankjes, dus zorg ervoor dat je ook heel veel blijspoeder hebt. En blijspoeder, dat maak je als volgende met een blijswat gewoon in jouw inventaris te doen, en dan krijg je 2 blijspoeder. Dus zo kan je heel makkelijk blijspoeder maken, maar hou het in het oog, je hebt het zeker en vast nodig. Voordat we verschillende toverdrankjes kunnen gaan brouwen, moeten we eerst het basisbrouwsel hebben. En daarvoor kun je 1 van de 4 verschillende basisingrediënten gaan gebruiken. Ja, er zijn er 4 verschillende die hier voor mij staan, maar er worden er maar 2 gebruikt. En de eerste moeten we gaan halen in de Nether. In de Nether kan je 2 basisingrediënten vinden en dat is netherkruid en gloeisteenstof. Netherkruid is het nummer 1 basisingrediënt dat je nodig hebt voor betoveringen. En netherkruid heb ik er eventjes boven gehaald op zielenzand, want netherkruid groeit alleen maar op zielenzand, zoals je hier dus kunt zien. Netherkruid kan je alleen maar vinden in netherforten, oftewel in kisten die je tegenkomt in netherforten. En die staan vaak onder een trap, dus als je onder een trap gaat in een netherfort moet je altijd achterom gaan kijken, want daar heb je meestal deze staan. Deze kan je gewoon gaan farmen, eenmaal als deze groot genoeg zijn, deze zijn dat nog niet. En dan kan je deze meenemen. En neem altijd een hoop zielenzand mee, zodat je een eigen farm kunt beginnen. Maar wat je ook nodig hebt, zijn deze gloeisteenstof. Als je zo'n gloeisteen af gaat breken, ik zit nu in creative mode, maar als je deze afbreekt krijg je gloeisteenstof. En deze heb je ook nodig voor later in betovering om dingen te kunnen aanpassen, maar het kan ook een basisingrediënt zijn. Dus als we deze 2 hebben, onze gloeisteenstof en ons netherkruid, dan kunnen we een keertje teruggaan naar de echte wereld. Oké, laten we een keertje toverdrankjes gaan maken. En het eerste toverdrankje heeft iets te maken met netherkruid en dat noemt het Awkward Potion, oftewel onze vreemde drank. En deze vreemde drank maak je met een netherkruid. Dus wat doe je? Je gaat naar jouw brouwstandaard. Je gaat hier heel eenvoudig gewone flesjes water. Dus als ik dit eventjes ga doen. We nemen een flesje. We gaan hier wat water gaan uithalen. Dan moet je dus ons... Hier zijn we, ik heb eventjes water te goed genomen, dus hetgeen wat we moeten hebben is ons water bottle, dat is ene met gewoon water, geen enkel effect. Hetgeen wat we daarmee moeten doen is deze in onze brouwstandaard plaatsen. Je hebt ook blijspoeder nodig die je hier moet insteken voor onze brandstof en dan kunnen we er een netherkruidje gaan insteken. En als we deze netherkruidje gaan insteken en je hebt hier 3 verschillende flessen staan, dan gaan we een Awkward Potion krijgen. En een Awkward Potion, of een Awkward Potion heb je namelijk nodig, vreemde drank hebben we namelijk nodig voor al de verschillende toverdranken op eentje na. Kijk, ja, hier hebben we een Awkward Potion. Dus van een gewone flesje is dit nu een Awkward Potion geworden. Dan hebben we nog 2 basisingrediënten die eigenlijk niet echt goed worden gebruikt bij de basisdrankjes. Of deze 2 basisdrankjes worden niet echt gebruikt. En de eerste is gloeisteenstof, dus neem die ook zeker en vast mee. En als je gloeisteenstof gaat gebruiken op gewone flesjes water, dan gaan we een stroperige drank krijgen, oftewel een Thick Potion. Nu, een Thick Potion, dat wordt totaal niet gebruikt. Dit bestaat in Minecraft, maar wordt gewoon niet gebruikt. Maar je kan het maken, heeft het nut? Nee. De volgende drank is triviale drank, oftewel Mundane Potion. En deze kan je maken met het hoofdingrediënt redstone, maar ook met alle secundaire ingrediënten waar ik straks daarachter ga bijkomen. Nu, een Mundane Potion of een triviale drank heeft ook weer geen totaal effecten, heeft niks van effecten en je kan er ook niks mee doen. Dus dat is ook weer een toverdrankje dat wel bestaat, maar niet wordt gebruikt. En dan een laatste potion die je echt op het begin al kunt maken met gewoon een flesje water, dat is drank der zwakheid, oftewel dat je heel zwak wordt. En deze drank kan je maken met een gefermenteerde spinnenoog. En hoe maak je dat? Heel eenvoudig, suiker, je hebt daar een bruine mushroom voor nodig en een spinnenoog en dan krijg je een fermented spider eye. En als je een gefermenteerde spinnenoog gaat gebruiken op gewoon een waterflesje, krijg je al 1 toverdrank en dat is de Potion of Weakness, oftewel de drank der zwakheid. zwakheid. En deze gaat ervoor gaan zorgen dat je tegenstander of jijzelf 1,5 minuut zwakker wordt en je min 4 attack damage gaat krijgen. Dus jouw attack damage, of ja, je damage gaat extreem gaan verlagen, waardoor dat je een hoop hartjes gaat afkrijgen. Oké, dat waren al de basisingrediënten die je zeker en vast nodig hebt om toverdrankjes te kunnen gaan beginnen maken. Maar om jouw echte drankjes te gaan maken heb je ook secundaire ingrediënten nodig. Oftewel ingrediënten die jouw toverdrankje een echt toverdrankje gaan maken. Dus eenmaal als je onze potion hebt gemaakt met netherwort, oftewel met netherkruid, kunnen we naar deze portie gaan om te gaan kijken wat we allemaal kunnen gebruiken om toverdrankjes te gaan maken. En de eerste daarvan is een glinsterende meloen. Binnenkort ga ik jullie allemaal gaan uitleggen wat deze allemaal doen, maar ik ga jullie eerst gaan uitleggen welke je allemaal kunt gebruiken. En de eerste is dus de glinsterende meloen. En een glinsterende meloen maak je heel eenvoudig. Je hebt daar een meloen voor nodig en allemaal gold nuggets. Een gold nugget kan je krijgen als je een gouden bar gaat gebruiken. Dus als ik hier eventjes een golden bar ga nemen of een golden ingot en ik ga deze eventjes in een crafting table gaan steken of gewoon in jouw inventaris, krijg je 9 gold nuggets en deze kan je dus gebruiken om rondom een meloen te doen. En deze heeft wel speciale eigenschappen, maar daar kom ik straks wel bij. Dan hebben we een gouden wortel. En een gouden wortel is net hetzelfde als de glinsterende meloen. Een wortel in het midden en allemaal gold ingots daarachter, of gold nuggets daarachter, of er rond. En dan krijg je een gouden wortel. Dus dat kun je ook gebruiken als een secundair ingrediënt. En dan hebben we nog een hele grote hoop die je kunt gebruiken om al de verschillende toverdrankjes te maken. En dat zijn al deze dingen. Daarvoor hebben we dus blijspoeder. We hebben een guest tear of een gastraam. We hebben ook magmakwem, suiker. We hebben een spinnenoog. We hebben een rabbit's foot. En dat is gewoon een pootje van een konijn. Ja, ik weet het. Pufferfishes. Die worden ook veel gebruikt. En 2 nieuwe items. De eerste is daarvan een turtle shell en dan hebben we ook een phantom membrane. Nu, de turtle shell, oftewel het hoofd van eigenlijk een schildpad, wordt gemaakt als volgende. Als we eventjes een turtle shell gaan nemen, of ja, ik kan eigenlijk helemaal naar de crafting table gaan. We doen turtle shell, wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je scoot voor nodig. Scoot, dat is eigenlijk de schild van een schildpad. Dus je hebt vrij veel schildpadden nodig om dit te kunnen gebruiken. En dan kan je eigenlijk een hele speciale betovering maken. En degene die daar langs staat, dat is deze, dat is de Phantom Membrane. Misschien ken je de Phantoms wel? Phantoms zijn monsters die jou aanvallen als je niet lang genoeg hebt geslapen. Dus heb je niet geslapen, dan komen de Phantoms naar jou toe. Dus als je deze vermoordt, dan krijg je een Phantom Membrane die je ook kunt gebruiken voor betoveringen. Buiten al deze items heb je ook nog verschillende extra items die je toelaten om jouw drankje te verlengen en andere dingen. En dat zijn de volgende. We hebben als eerste redstone stof. Redstone stof wordt niet alleen gebruikt voor redstone dingen te gaan maken, maar ook voor toverdrankjes. En redstone zorgt ervoor dat jouw effect op je drankje langer wordt, dus dat deze langere tijd in heeft. Vervolgens hebben we groeisteenstof en deze gaat het effect sterker maken. Hij maakt het veel sterker. Dan hebben we gefermenteerd spinnenoog. En een gefermenteerd spinnenoog, dat gaat eigenlijk van een negatief drankje een positief drankje maken. En van een positief soms een negatief drankje. Moet je goed mee opletten. Buskruid of gunpowder. Gunpowder, ja. Laat je toe om je gewone drankje een spattende drank gaan laten maken. Een gewoon drankje kan je opdrinken, maar een spattende drank kun je weggooien naar iemand. Heel handig. En dan hebben we ook nog drakenadem, oftewel lingering potion. En een lingering potion is eigenlijk... Met behulp van drakenadem laat dat jou toe om dit te kunnen gooien naar iemand en alle personen rondom krijgen ook dit effect. Nu, Dragon's Breath, oftewel drakenadem, kan je alleen verkrijgen in de end. Dus je moet al een endportaal hebben, naar de end gaan, dan naar de draak gaan. En wanneer de draak op zijn troon zit en uitademt, dat is het enige wat je kunt krijgen. Nu we de basis kennen van alle verschillende toverdrankjes, ga ik eens een keertje gaan beginnen met uitleg te geven hoe dat je toverdrankjes smaakt. Ik heb hier al een drietal opgesteld, maar er zijn er nog een veel meer en dat ga ik jullie allemaal uitleggen in een volgende video. Maar eerst deze drie. De eerste daarvan is vuurbestendigheid. En vuurbestendigheid laat je toe om tegen lava te kunnen, tegen vuurschade, lavaschade, vuuraanvallen van blazes. Dus dat is wel heel handig. Je neemt dus deze magmacrème en deze plaats je hier van boven met natuurlijk 3 verschillende aquid potions. Of eentje, kies je zelf. En als je deze hier hebt geplaatst met ook blijspoeder, dan ga je potion of fire resistance gaan krijgen. En potion of fire resistance of vuurbestendigheid, dat ziet er als volgende uit. Dat zie je dus aan het icoontje hier van boven. En deze duurt namelijk 3 verschillende minuten. Nu, met behulp van vuurbestendigheid of tegen vuurschade kun je natuurlijk tegen vuur. Dus dat is een keertje hier uit dit gegaan. Ik ga hierin. Dan zie je dus, ik kan gewoon in mijn lavapoel blijven. Ik kan gewoon tegen lava. Ik kan volledig tegen lava. Oei, wacht, nu moet ik wel heel eventjes in het water gaan, want anders ga ik... Ah nee, ik krijg geen vuurschade. Dat is natuurlijk... Kijk eens aan, dus dat doet dus onze vuurbestendigheid. Het zorgt er dus voor dat je tegen vuurbestend bent. De volgende betovering is genezing. En genezing laat je toe om eigenlijk direct 4 hartjes terug te krijgen. En genezing kun je maken met ook weer Aquid Potions en dan een glinsterende meloen. Dus plaats de glinsterende meloen hier van boven en je krijgt dan Potion of Healing. Potion of Healing gebeurt zo goed als direct, dus ik kan het eigenlijk niet echt laten zien. Dus als je dit inneemt, is het gebeurd. Er is niks voor, je krijgt gewoon direct al jouw hartjes terug. Nu, mijn hartjes waren al volledig, dus daarvan kun je niet echt veel zien. Maar zo maak je dus genezing en krijg je 4 direct hartjes. En de laatste voor deze video is sprongen. En sprongen laat je dus eigenlijk toe om hoger te kunnen gaan springen. Hiervoor heb je een konijnenpootje nodig en ook weer die Aquid Potions. En dan moet je deze hier van boven plaatsen en dan krijg je de drank of Potion of Leaping, oftewel drank der sprongen. En als je deze inneemt, deze duurt ook weer 3 minuten. Je ziet dat je van deze pijltjes hier krijgt, je ziet dat deze 3 minuten duurt. En hetgeen wat ermee gebeurt is dat je letterlijk eigenlijk een halve blok hoger gaat springen. Ja, het is maar een halve blok, maar als ik hier eventjes een hek ga nemen, of een fence eventjes ga nemen... Normaal gezien kun je niet over een fence springen, dat kan ik dus nu wel. Ook al ben ik in mijn game mode, ik kan er dus eindelijk over springen. Dus als ik eventjes het effect ga weghalen, je ziet dus, ik kan er niet over springen. Ik drink dit drankje en ik kan spontaan over hekken springen. Dus dat is wel iets heel handig aan dit drankje, dat je hoger kunt springen. Wel maar een halve blok, maar je kan tenminste hoger springen. Oké, je weet nu op het einde van deze video hoe dat de basis werkt van toverdrankjes en je kent ook al 3 verschillende toverdrankjes en in de volgende video leg ik jullie al de andere toverdrankjes ook nog uit. Maar dan zijn we eigenlijk op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Liever dan dat duimpje mocht doen. Ga ook in één keer dat abonneerknopje aan en vergeet zeker en vast niet dat... bellicoontje een keertje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar, mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!